Dit is hem dan. Dit is de Fender Tone Master Pro. En nu hebben we niet, zoals bijna iedereen, een review gebracht, ja, enkele dagen na de release of zelfs op dag van de release. Want ik vond het eigenlijk zo belangrijk dat ik eerst het toestel toch wel enkele malen zou gebruiken, ervaren. Wat is er goed aan? Wat is er misschien minder goed aan? Voor we een review op jullie afsturen. En we gaan deze reviews ook in deeltjes knippen. Want eerlijk gezegd, als je alles van deze Fender Tone Master Pro wil uh, uitleggen en de mogelijkheden en het ook laten horen. Ja, dan zitten we absoluut zeker een uurtje verder. En ja, dat wil niemand, denk ik. Dus we starten eigenlijk met de eerste video. Onder mom van de vijf, vijf dingen die je moet weten. Voor je zo'n Tonemaster Pro koopt, heel kort mijn historie, want ik kijk dit als muzikant, als gebruiker ook heel objectief. Um, ik heb natuurlijk ook heel wat gitaarprocessors geprobeerd: van de Camper tot de Line 6 Helix, tot de Headrush, tot de Boss. En anderhalf jaar geleden heb ik de Neural DSP Quad Cortex gekocht. En dat was voor mij op dat moment het allerbeste toestel. Waarom? Soundwise. Heel compact, maar de sound was geweldig. Je had een geweldige community ook. En de sounds die je daar kon vinden was echt super easy. Waar ik persoonlijk naar op zoek ben, is een gitaarprocessor die ik heel makkelijk kan meenemen naar boven om te oefenen. Gewoon via de interface of een FRFR-speaker. Of via de hoofdtelefoon dat ik mee kan nemen hier voor reviews te doen. Heel makkelijk gewoon. Um, wil ik een beetje country style of, of een beetje heavy metal heel makkelijk presets, heel makkelijk gewoon alles te veranderen en onmiddellijk een goede sound. Ten derde dat die sound natuurlijk, uh, als die uit de FRFR -FR speaker of de hoofdtelefoon komt, dat die eigenlijk exact hetzelfde is dan wat er uh, in jouw uh, DAW komt. Dat is raar of zelden zo. En natuurlijk, mocht ik op verplaatsing gaan, natuurlijk ook allemaal in de cloud en dat je kan delen met vrienden, zou eigenlijk ook nog een pluspunt zijn. SWAT. Toen kwam de Fender Tone Master Pro. En wat heeft Fender eigenlijk gedaan? Die heeft gedurende jaren eigenlijk gewoon aan de zijkant gekeken van wat doet Line 6 en wat doet. Headrush en wat doet bos en wat doet neural dsp hebben heel goed gekeken wat doen ze goed wat doen ze fout en voilà hier is hij dan hij, is een, uh, goh, hij zit een beetje qua formaat zit hij een klein beetje tussen alles in hè? de neural dsp is een toch een, een stuk kleiner uh, dit is een stuk groter reden is en dat is nummer 1 het is de meest krachtigste gitaarprocessor op dit moment. En dan heb je natuurlijk zo'n afmeting minimaal nodig om die processor te behuizen. En natuurlijk ook een 7-inch touchscreen erin te stoppen. En je ziet het, je kan hier eigenlijk gewoon heel makkelijk, het plasticje zit er nu nog op. Maar je kan het natuurlijk heel makkelijk bedienen via het touchscreen en natuurlijk ook via de knoppen. Om een heel klein voorbeeld te geven van wat zo'n processor eigenlijk ook allemaal moet doen. En hier heeft Fender echt enorm veel werk in gestopt. We gaan heel even naar de cabinet. Want dat zijn dingen die ik bijvoorbeeld eigenlijk bijna nooit doe. Maar je kan jouw sound op zoveel manieren eigenlijk ook veranderen. Is bijvoorbeeld, ik heb hier een 2x12 65 Twin Creamback. Uh, voilà. En die wordt hier... Via een SM57 opgenomen. Nu heeft Fender hier op die afstand. Hè, je ziet, de micro staat eigenlijk hier. Hè, hier is de cone ongeveer op 1 inch afstand. Uh, je kan die bijvoorbeeld ook hier zetten. Of je kan die hier zetten. Of een beetje verder zetten dat je meer room hebt. Uh, noem maar op. Dus eigenlijk elk punt hebben ze van elke speaker. Samen met elke amp opgenomen. Dus die processor heeft zoveel. En je ziet, het is eigenlijk gewoon duwen. En voilà. Je kan hier ook wederom op deze manier doen dat je niet je touchscreen moet gebruiken. Meer nog, je kan niet enkel de SM57 doen, maar er zitten natuurlijk ook nog andere coole mics in. En dat geeft echt een volledig andere klank van zo'n speaker, of van eigenlijk jouw volledige klank zelfs. De uh, axis, je kan de low cut en de high cut natuurlijk ook uh, veranderen. En hier, als je wil, ook nog de uh, cabinet zelf. Maar ik wil maar zeggen: er zijn enorm veel mogelijkheden om jouw sound die je misschien favoriet vindt. En als je wat extra tijd hebt om nog een beetje te gaan experimenteren, van oh, misschien de micro nog een beetje verder, een beetje dichter, kan wel leuk zijn. Heel cool om dit allemaal te kunnen doen. We switchen eigenlijk over naar nummer 2. Dit is, no doubt, het meest gebruiksvriendelijke apparaat op de markt. Niet alleen om presets op te halen en dergelijke, natuurlijk ook om ze te bewerken. Nogmaals, als jij thuis tevreden bent met jouw camper, top. Dit kanaal is er absoluut niet voor om te zeggen: A is beter dan B. Als je heel tevreden bent, top, dan zijn we heel gelukkig en ben je heel creatief bezig. Maar objectief gezien is dit de meest gebruiksvriendelijke. En dan kijken we eigenlijk naar een aantal dingen. Allereerst het touchscreen, zoals we gezegd hebben. Uh, touchscreen is heel makkelijk. Uh, je ziet ook. Uh, als je bijvoorbeeld de amps en dergelijke. Um, is een nadeel bij bijvoorbeeld de neural DSP. Uh, je, je ziet eigenlijk gewoon uh, verschillende kleurtjes en symbooltjes. die je dan achteraf kan bijsturen. Hier zie je de echte amp, de echte speaker. Uh, je ziet de echte space delay. Uh, dus het is eigenlijk gewoon allemaal een stukje makkelijker ook, uh, gebruiksvriendelijker, uh, veel sneller gewoon uh, te veranderen, omdat je eigenlijk gewoon zoals op een echt paddleboard jouw paddles gaat instellen. Je kan die saven en dergelijke. Uh, het is ook heel makkelijk, en dat hebben ze ook van Neural DSP, deze knoppen zijn eigenlijk ook draaiknoppen. Dus als je bijvoorbeeld, uh, ik ga hier de, de tremolo een Harmonic Tremolo, uh, dan zie je dat eigenlijk deze knoppen veranderen van uh, naam. Ik ga even weer terug. Het kan eigenlijk ook alles via de toetsen doen. Dus nu zie je dat uh, hier de layout, boven elke knop staat in principe uh, een sound, en uh, hier de bank up en de bank down. Je kan dat ook in footswitch mode doen. Voila. Nu heb je van deze preset eigenlijk de footswitches. Die kan je zelf instellen. Dat is ook een pluspunt. Hè. Je kan hier zelf ook de namen veranderen. Uh, je kan hier verschillende kleurtjes aangeven. Het zijn ook dingen die quad cortex gewoon ja, Zijn de overdrives gele wavejes en zijn de reverbs groene blokjes. En als je er drie naast elkaar zet, goh, dan weet je soms niet welke was nu weer welke. Hier is het heel makkelijk. Dus je kan zo naar foot switch mode gaan. Stel nu voor dat we naar deze tremolo. Voila, het scherm uh, verandert hier. Uh, en hier zie je dan de parameters die je kan veranderen. Bijvoorbeeld de speed. En je ziet ook hier de parameter veranderen. Maar ook hier de draaiknop. Kan ik natuurlijk ook op het scherm doen. Maar dat is echt super onhandig. Uh, dan moet je zo... Iedereen weet waar, waarover ik het heb. Dus je kan echt elke parameter heel makkelijk veranderen. En je kan natuurlijk ook holden en onmiddellijk 7. Kan je ook hier. Maar het is eigenlijk makkelijker sowieso via deze footswitches. Heel stevige, makkelijke footswitches zijn het. En die interface is natuurlijk ook heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld, dat krijg je bij de eerste update: heb je bijvoorbeeld geen looper. Dus je moet als je hem koopt de eerste update sowieso doen. En dan heb je hier altijd vaste looper. Het uh, is echt wel een hele goede looper. Dus gewoon hold en dan krijg je de looper. Voilà. En dan zie je hier, uh, je kan zelfs het loopvolume hier up en down doen. Vind ik geweldig. Uh, record, play, stop, one shot, reverse, half speed en undo. En je kan dan als je je loop opgenomen hebt, natuurlijk exit. Kan je terug naar je footswitch mode? Kan je hier iets anders doen? dus werkt super een veel betere loopers dan andere. de tuner zit bijvoorbeeld hier als je hold doet heb je hier uh, de gitaartuner, kan je hier instrument of mic line kiezen uh, en dan kan je heel makkelijk heel duidelijke makkelijke gitaartuner kan ook zeggen van mute ja dan neem je ziet hier bijvoorbeeld ook nog een aantal andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld een mixer hè, dat je kan zeggen van mijn headphones iets uh, luider dan de output of andersom. Uh, je hebt ook een General EQ. Als je echt zegt van ik ben een midscoop guy en ik wil het nog iets meer, kan je dit doen. Je hebt natuurlijk uh, de Bluetooth uh, als je die aanzet, de footswitches. switches. Uh, dus je kan dit eigenlijk ook allemaal, de ledges aan, ledges uit, uh, tempo ja dan nee. Je hebt hier de ins en de outs die je allemaal kan doen en dan de algemene preferences en natuurlijk ook factory resets, display brightnesses enzovoort. Dus geen dubbel schuiven, links, rechts, whatever, is niet nodig. Je kan heel makkelijk ook switchen gaan assignen, uh, is heel makkelijk, dat zie je hier. Dus eigenlijk gewoon hier op het plusje duwen en wat doe ik dan ga je de amp controlen dat kan ook eh, amp control 1 uh, kan je een parameter veranderen bijvoorbeeld dat je zegt van uh, ik wil dat mijn uh, gain van mijn amp uh, op setting 1 op 2 zetten en op setting 2 ga ik die gain echt op 8 zetten en het volume iets lager kan ook hoeft absoluut niet ook een stompbox te zijn dus je kan die footswitches eigenlijk mee doen wat je wil. Je kan meerdere effecten naar één footswitch doen. Ja, en hier kan je natuurlijk ook naar de presets. Je hebt hier een stage view, als je niet wil dat al die uh, ja, verschillende effectjes en dergelijke zichtbaar zijn. Zou kunnen. En als je hier doet heb je ook de output mixers en het master volume natuurlijk. Heel makkelijk om presets te bouwen ook. Uh, heel even een voorbeeld. Uh, je kan hier, uh, sorry, je hebt hier de presets bijvoorbeeld. Hè. Je hebt jouw favorites. Uh, je hebt natuurlijk uh, de factory presets. Je kan via de cloud ook uh, duizenden presets downloaden en sharen met elkaar. En er is natuurlijk ook de song en de setlist mode als je gaat optreden of repeteren. Kan je hier een volledige song opbouwen uit verschillende patches? En je kan ook dan, als je gaat optreden, bijvoorbeeld een volledige setlist met de songs in een bepaalde volgorde en al jouw patches gaan mee. Wat eigenlijk gewoon super cool is. Nu, een nieuwe patch maken bijvoorbeeld is eigenlijk ook heel heel makkelijk. Um, we gaan heel even hier naar My Presets en ik ga gewoon een nieuwe. Voilà, we hebben een nieuwe preset echt super eenvoudig dat je hier gewoon zegt van oké okay, welke amp uh, ga je kiezen en dan zitten we natuurlijk bij punt nummer drie want ik mag mijn lijstje niet vergeten uh, is de hoeveelheid van amps effecten en dergelijke sommige mensen heb ik al gelezen zeggen dat het een beetje tegenvalt <laughs> ja ik weet niet wat je tegenwoordig verwacht uh, van zo'n uh, processor maar ik moet zeggen voor mij is het echt meer, meer dan voldoende. Dit vervangt echt mijn volledig pedalboard en ik heb echt honderden pedalen. Wat ik eigenlijk bij elke processor doe is een heel eenvoudige deluxe reverb, clean, beetje uh, reverb, Je neemt gewoon een strat of een td en dan horen wat het geluid is. Komt dat ongeveer, dat is eigenlijk het, het geluid wat mij best in mijn geheugen zit van en dan en komt het ongeveer dicht in de buurt van het originele. This nails it. Dit is wat het is. Anyway. Uh, dus we zijn een preset aan het maken. Heel eenvoudig. Uh, ik moet zeggen dat bijvoorbeeld bij andere processoren vond ik het soms echt wel moeilijk. Om zo'n uh, bestaande uh, lijn over een nieuwe lijn op te bouwen. Zeker als die bestaat uit verschillende effecten voor, na de amp en dergelijke. Hier is het echt gewoon super eenvoudig. Je ziet hier combo amps. Hè. Natuurlijk, alle Fender amps zijn hier gemodeld. Allemaal. Of je nu van een Twin Reverb, Super Reverb, Deluxe Reverb, Princeton, Bassman, Bassbreaker, Blues Junior, Fibro King, uh, dat zijn de Fender amps. Daar kan je echt enorm veel mee. Hebben natuurlijk ook Vox-like amps. Je ziet hier de UK30, dat is de Vox meer. Uh, Dan heb je ook bijvoorbeeld uh, de Roland Clean, ja super clean. Je hebt Mesa, je hebt hier de Marshalls natuurlijk, de British. Je hebt Friedman. En natuurlijk, het is de eerste gitaarprocessor die de EVH amps uh, mag officieel modelleren. En EVH zelf heeft gezegd dat ze Nagenoeg perfect zijn. En voilà, dit zijn de combos. En dan heb je natuurlijk ook nog de half stacks. Je hebt de amp heads. Je hebt verschillende cabinets. En je kan bijvoorbeeld ook aan één head twee verschillende cabinets zetten. Links, rechts, draai, wet, noem maar op. Alles kan. Effects. Uh, ja, dan heb je hier een aantal ja gewoon overdrives, uh, reverbs, delays, dynamics, filters, pitchen, noem maar op, eigenlijk alles wat je nodig hebt, dat standaard goed zit, uh, zit hierin. Heb je een hele mooie klank, uh, je kan heel mooi stereo gaan. Zoals gezegd uh, gewoon toevoegen in het lijntje, je kan ze slepen. Uh, misschien doen we dan een aparte video echt over uh, hoe bouw ik presets en hoe verander ik presets. Dit is gewoon een hele kleine overview, heel makkelijk te zien. Als je bijvoorbeeld ook op hier een effectje, dan hoor je echt al het effect en kan je zo door de verschillende tremolo's gaan. Heel makkelijk vind ik dit, het is niet altijd kiezen, oh verkeerde, andersom, up, we gaan een nieuwe kiezen. Nee, je moet echt gewoon maar even klikken en je ziet hier het luidsprekertje. Als je dan speelt, hoor je die tremolo al ongeveer wat die is en kan je van daaruit verder werken. Dus een hoeveelheid aan amps, effecten, uh, speakers, noem maar op, microfoons en dergelijke. Um, en Fender heeft beloofd van heel regelmatig updates te doen met heel wat uh, nieuwe plugins en effecten en dergelijke. Dus, maar de start is eigenlijk al super. Nu, alsof dat nog niet genoeg is, heb je natuurlijk ook nog de mogelijkheid om jouw favoriete pedals hierin te gaan uh, importeren. Uh, het is open voor externe IR's in te laden, maar je kan natuurlijk ook via de verschillende effect loops op jouw pedalboard jouw favoriete pedalen nog uh, in de chain zetten. Dus eigenlijk heel makkelijk. Je hebt vier effect loops die je kan gebruiken voor bijvoorbeeld vier verschillende kringen waarvan twee stereo dus heb je stereo pedalen zoals heel mooie Strymons of dergelijke kan je stereo inputten en je kan die dan ook in de chain zetten waar je wil er is ook de mogelijkheid om expression pedals toe te voegen die dan al die effecten en dergelijke gaan aansturen Oké, okay, en dan zitten we bij nummer 4. Dit toestel heeft echt werkelijk alles uh, qua aansluitingen die je nodig hebt om in elke situatie wat je ook maar wilt te doen. Er is één ding, bijvoorbeeld, sommige gitaarprocessors hebben ook een ingebouwde expressie of volumepadel, heeft deze wel niet. Maar je kan natuurlijk. Elke expressiepedaal die je zelf hebt, of is het nu een Boss, of dit is nu een Dunlop, of Mission Engineering heeft er zelf ook van ToneMaster Pro, uh, maakt niet uit. Uh, kan je eigenlijk gewoon hier via de Expression Pedal aansluiten en dan heb je hier de Expression Assign. Kan je heel gemakkelijk, uh, als je eentje hebt met een toe switch bijvoorbeeld, uh, aan een uiting effect. Of je hebt hier Expression Pedal 1, kan je kiezen van oké, okay, we gaan dit via de tremolo doen. Confirm. En wat gaan we dan doen met die expression pedal. Goh, misschien de speed, de intensity of the shape. Nou, laten we zeggen de speed. Voilà. En dan kan je van heel tot toe kan je zeggen van hoe ver. Hij gaat dat het maximum nemen. Maar je kan het gewoon allemaal. Je kan zelfs verschillende functies samen doen, hè, dat je zegt van het doet de speed en de shape. Uh, je ziet het, het is gewoon super makkelijk. Dit is, duurt gewoon soms heel lang uh, bij andere processoren. Het is heel makkelijk te vinden, van, want je ziet onmiddellijk: dit is de tremolo, dat is die amp, dat is die tube, dat is. Ik heb meerdere overdrives. Ah uh, ja, dat is die tube, dat is die Vermure-like overdrive, dat is die space delay die ik zo graag heb. Uh, dus dat is allemaal heel makkelijk. Dus we zaten bij de aansluitingen, en die zie je nu op scherm. Ik ga ze er even bij nemen. Dus wat heb je eigenlijk? Dat is nog een pluspunt. Hè? Je hebt ook een mic-microfoon ingangen die wel degelijk ook van toonvoeding kan geven. Dus je kan eigenlijk ook als singer-songwriter, um, hier zitten ook vocal amps in, je kan ook je eigen stem hier versterken samen met jouw instrument. Ook eigenlijk heel uh, goed. De inhang dan hebben we inderdaad vier loops die send return zijn, uh, waarvan eigenlijk ook twee stereo. Dan hebben we de outputs. Hè. We hebben uh, zoals je hier kan zien, uh, gaan we gewoon stereo. is eigenlijk heel makkelijk. Uh, we gaan hier even naar de settings. Uh, ik heb hier voilà. Heel makkelijk. Zoals gezegd. Je hoeft geen handleiding te gebruiken. En dat vind ik eigenlijk het, het goede. Bij anderen zit ik soms echt te zoeken van waar zit dit nu eigenlijk? Zit daar een noise gate ergens in? Staat die aan, staat die uit? Hier zit gewoon heel heel makkelijk. We gaan bijvoorbeeld hier naar de outputs. En dan zie je dat ik hier nog output 1 mono heb. Dat is van boven gebruik ik enkel één frfr speaker. Die gaat via output 1, dus stuur ik mijn signaal mono. In dit geval uh, gaan we bijvoorbeeld stereo. En output 1 en output 2 is stereo. Dus krijgen we ook die stereo effecten. En je kan hier dan ook nog eens uh, de inputs en dergelijke. Uh, ja, nog een beetje gain bij doen of de phantom power opzetten. Of uh, hier bijvoorbeeld loop 3 level is een instrument of een line. Uh, je hebt hier de USB en natuurlijk ook de MIDI, ook heel belangrijk voor de MIDI guys onder ons. Er zit een AUX in voor wie dat nog gebruikt. Natuurlijk de hoofdtelefoonuitgang, twee expression pedals, je hebt een toe switch die je kan doen, je hebt de amp control, je kan er een micro SD in stoppen voor backups en dergelijke, een USB C. Die je kan nodig hebben voor firmware updates. Als je dat koppelt ook aan je computer, kan je natuurlijk van op afstand ook dit ding bedienen. Um, ik doe dit natuurlijk heel makkelijk gewoon via Bluetooth en WiFi. Dit is gewoon geïnstalleerd op mijn home network. Dus alle updates doet hij gewoon draadloos, wat eigenlijk het makkelijkste is. En dan natuurlijk de MIDI in en de MIDI out. Voilà, zoals gezegd, heel makkelijk uh, om alles wat je eigenlijk maar wil uh, hier te gaan inputten of outputten. En nummer vijf is eigenlijk ja, iets waar ik alles wat er nog rondhangt. Uh, je hebt ook de app besturing bijvoorbeeld. Je had die microfoon ingang hier met fantoomvoeding. Je hebt de song en de setlist nodig. Je hebt de cloud functie. Enorm veel sounds die hierop staan, die je ook kan delen. Heel makkelijk gewoon. Je zoekt jouw favoriete artiest op. Um, je ziet daar gigantisch veel presets. Je probeert ze gewoon uit. Je kan ze heel makkelijk veranderen, want die interface is heel makkelijk. Dit ding heeft natuurlijk ook akoestische amps. Dus je kan bijvoorbeeld met een akoestische Sonic of een akoestische gitaar spelen. Maar het heeft ook amps. dus je kan met een basgitaar spelen. En natuurlijk. Natuurlijk ook uh, uh, gewone amps voor de microfoon. Zodanig dat je ook kan zingen. Uh, en natuurlijk heel veel gitaar-amps. Oké, okay, als we het over pluspunten hebben, moeten we misschien ook aan minpunten denken. Hoewel het voor mij echt, en ik zie dit heel objectief, minimaal is. Natuurlijk de prijs. We zitten hier met een prijs. Ze hebben hem nu, als je hem nu bij Bax Music koopt, en de link staat natuurlijk in de omschrijving, dan kost hij nu ongeveer evenveel dan de Neural DSP Quad Cortex. Dat is toch een beetje, denk ik, de grote concurrent uh, van dit. Maar als je echt verder gaat kijken naar de andere uh, gitaarprocessoren, en dan de grotere versies daarvan, zit ongeveer allemaal rond die 1500-1600 euro. I know, het is ja, natuurlijk niet weinig. Maar wat je ervoor terugkrijgt. En daar moet je toch wel gewoon heel even over nadenken. Uh, heb ik ook gedaan. Je hebt waarschijnlijk ook heel veel pedalen thuis. En een M'pje van hier en een M'pje van daar. Als je die nu natuurlijk allemaal verkoopt. Dan kan je waarschijnlijk wel dit kopen. Want sommige pedalen zijn 300, 400, 500 euro soms. Uh, en ik zeg het. Eigenlijk zit alles erin wat je nodig hebt. Uh, natuurlijk ben ik ook een uh, pedal-liefhebber. Maar je moet het praktisch bekijken. Wat heb je ervoor voor in de plaats? En dan, is dit echt, dan valt dit echt wel mee. Nummer 2, de toekomst. Ha, dat weten we niet. Op dit moment weten we niet hoe deze Fender Tone Master Pro het gaat doen on stage. Het ziet er natuurlijk heel stevig uit. Knoppen zijn goed, maar hoe gaat het scherm uh, doen? Uh, hoeveel updates gaat Fender geven? Ze beloven wel heel veel, maar gaat dat wel degelijk ook zo zijn? Uh, ja, en hoe zitten we, Toonmaster Pro plus één of twee jaar? Is dat dan nog relevant? Hebben ze dit genoeg upgedate om mee te zijn? Dat is natuurlijk de vraag kunnen we op dit moment niet beantwoorden. Dus uh, time will tell. Op dit moment is het, wat mij betreft, de beste in de reeks sowieso by far. Zoals gezegd alles genomen van de andere wat goed is en wat minder goed was, hebben ze er gewoon uitgelaten of ze er wel nog ergens in, maar verstopt voor wie het echt wil. Maar de toekomst, I don't know. Lieve vrienden, ik hoop dat ik het niet te lang gemaakt heb, maar je begrijpt, eens dat je start over zo'n gitaarprocessor en zeker deze ToneMaster Pro, dan ben je wel even bezig. Dus ik probeer het echt via een aantal keywords uh, een beetje in te korten. En laten we zeggen dat dit dan video 1 is van een algemene overview, wat mij betreft, de vijf beste uh, voordelen van deze ToneMaster Pro. En ook een aantal nadelen, die echt nadelen zijn, maar zwart Je hebt ook de geweldige FRFR-speakers die zijn uitgekomen. Ik heb zelf een 12 inch uh, gekocht. Ziet er eigenlijk uit als een fenderamp. Uh, die nog een extra drie bands EQ heeft. Je ziet hem nu in beeld. Hij bestaat in 12 inch en een in 10 inch. En hij klinkt echt geweldig. Dus ik gebruik hem bijvoorbeeld boven. Uh, een uh, speaker zet ik er gewoon tussen. Output 1 gaat via die speaker zo naar de interface. En output 2 gaat ook naar de interface. Dus in mijn interface komen, komt dit stereo-signaal toe. Maar output 1 gaat heel even via de FR. FR. En ik moet zeggen, wat ik daar hoor Het is ook op een laag volume heel goed. Het is ook heel, heel weinig. Heel weinig van die speakers hebben dat. Als je bijvoorbeeld thuis niet te luid kan spelen, klinkt hij eigenlijk ook heel goed. Of hoor je ook die tak van die amp of van die lampen. En wat je opneemt, is eigenlijk gewoon net hetzelfde van wat je hoort. En dat vind ik heel belangrijk. Voilà, dit is dus video 1. Hebben jullie vragen? Stel ze gerust via de comments hier. En we proberen ze natuurlijk onmiddellijk te beantwoorden. Misschien was dit wel echt een serieuze lofzang, maar. Ik kan echt niet anders. Dit is een review gebaseerd op twee, drie weken gebruik van deze Tonmaster Pro. Zowel hier in de studio als boven. Eh, privé als experimenteren, noem maar op. Echt gebruiken van het toestel. En ik moet zeggen: voor mij is dit echt wel het toestel waar ik al heel lang op wacht. Heel goede sounds, maar vooral heel makkelijk. Heel makkelijk te bedienen voor iedereen. Wil je zelfs heel moeilijke dingen? Dat kan ook. Maar wil je algemeen heel makkelijk een heel snelle sound of heel snel wijzigen? Dat kan. Het uh, is een beetje zoals een, zoals een MacBook of een iPhone waar geen handleiding bij zit, omdat het gewoon zo makkelijk is van wat je wil doen. Ja, dat is eigenlijk wel super makkelijk zelf te vinden. Voilà. Hebben jullie zin in een nieuwe video rond deze Toonmaster Pro met wat meer uh, dingen hoe we uh, setups bouwen? Hoe we effecten misschien zelf bouwen. Hoe we effecten via de uh, loops doen. Met expression pedals. Uh, MIDI. Noem maar op. Zet gerust in de comments. Of geef ons een like. En dan weten we dat. En dan maken we die natuurlijk. Want we gaan hem nog een beetje verder testen. Uh, of misschien via de FR-FR-speakers. Ik zeg het maar iets. Jullie vragen wij draaien. Voilà. Dit was de eerste uh, review van de Fender Tonemaster Pro. Natuurlijk te koop via Bugs Music. Als ze niet meer in voorraad zijn, don't worry. Bugs Music heeft een rechtstreekse lijn. Dus dan komen die onmiddellijk terug binnen. En natuurlijk aan de allerbeste prijs. Links nogmaals staan in de omschrijving. En dan ga je naar onze website. Daar zie je natuurlijk alle specs nog. Tot in de details en nog een aantal video's en misschien nog wat klantenreviews en dergelijke kan je natuurlijk ook kopen. En kan jij binnenkort met dit coole ding echt de coolste sounds maken. Van Americana tot Acoustic tot Singer-Songwriter tot echt zware EVH-metal of nog zwaarder. Alles kan. Mijn naam was Tom, bedankt voor het kijken en tot heel binnenkort. Bye bye.